Vorige week stond ik eigenlijk precies hier, same time, same place. En nu sta ik er weer. En dan denk je, wat doet zij toch iedere keer op het Brabantse platteland? Ja, dat heeft ermee te maken dat ik een marketingcommunicatie consultant ben in mijn vrije tijd en af en toe eens een opdracht doe. En ik heb ook een hondje en die moet ik dan uitlaten. En daarom sta ik dan iedere keer weer ergens op mooie plekken buiten. En in plaats van dat ik gewoon in Amsterdam film waar mijn gewone leven zich afspeelt, vind ik het eigenlijk dan veel inspirerender hier. En vorige week ging ik op zoek wat er nou eigenlijk groeide in de grond. En nu, één weekje later, is dat wel heel erg grappig. Want ja, het is nog steeds maart. Het is nog steeds niet vreselijk warm. Het is wel weer prachtig weer. En ik ruik de prei van het grote preiveld achter me, waar ik vorige week achter was gekomen, dat dat dus prei is. En ongelooflijk dat je dat eigenlijk zo ontzettend goed kan ruiken. Nu. En dat kunnen jullie niet, maar ik kan het wel vertellen, in de hoop dat jullie er toch iets van meepikken. Dus